Hallo kijkers, en hier ben ik weer met de FIFA 20 carrière mode video. Het is misschien al een tijdje geleden, maar deze video beginnen we tegen Antwerpen. En eerst had ik de video opgenomen, alleen kwam ik er na 30 minuten achter dat ik mijn microfoon niet goed had ingesteld. Maar gelukkig bestaat er ook zoiets als achteraf inspreken. En we spelen tegen Antwerpen, zoals je ziet. Geen goede start van ons, want we komen meteen op achterstand. Maar gelukkig is het nog het begin van de wedstrijd, dus alles kan nog gebeuren nu. En ja, hier creëren we al meteen een kans. En ja, Remtsoek maakt hem af. Eerst dacht ik dat hij er nog naast ging gaan, want ja, de keeper had de bal nog. Alleen, ja, die bal wekte een beetje af. En belandt hij zo in het doel. Je kan het hier nog zien in de herhaling. Bolat raakt hem nog aan. Maar gelukkig rolt hij nog binnen in het doel. En gisteren was het ook de wedstrijd AS Roma tegen Gent in de live. En het was 1-0 voor AS Roma. Maar ik vond dat Gent ook wel een doelpuntje verdiende. En we zijn al een kwartier weg en er zijn al twee doelpunten in deze wedstrijd. Dus het is toch een wedstrijd met veel doelpunten en was even een voorzet. Maar ja, de voorzet was niet goed genoeg. En oh nee, daar zijn ze weer. En gelukkig is Kaminski een goede keeper. En zo voorkomen wij het tweede doelpunt van Antwerpen. We hadden wel slecht verdedigd en dit moeten we goed uitspelen. Helaas kwamen de andere spelers niet echt mee. Anders kon ik hem misschien nog eerder passen. Ja. Ik kan niet altijd geluk hebben. Oké. Nu weer een kans om misschien nog gelijk te maken. En Bolat met de save. De keeper raakt hem wel nog aan. Dus we krijgen nog een hoekschop. Alleen, ja, zoals je misschien al weet, ben ik niet zo goed in hoekschop. En kan de keeper makkelijk onderscheppen en de eerste helft zit er zo op. Ja, dit was dan de eerste helft en dan spelen we zo de tweede helft. En de meeste dingen die ik zo wat vertelde had ik ook al eerder gezegd, alleen ja, dat komt door dat ik mijn telefoon niet goed instel en zo, en dan moet ik nog alles nog eens zeggen. En ja, dit is echt heel erg jammer. Antwerpen komt op voorsprong. En natuurlijk is het weer Mbokani. Hij is een topschutter. In het echt heeft hij ook heel veel goals. Misschien heeft hij zelfs de meeste goals uit de competitie. Maar dat weet ik niet zeker. Want ik ken het lijstje van de topschutters in de Belgische competitie niet echt van buiten. En straks staat er ook zo meteen staat er ook nog bij hoeveel goals hij al heeft gemaakt in deze competitie, deze virtuele FIFA competitie. Wachten. En het is zijn vierde doelpunt al. Dus het is ook maar de vijfde wedstrijd of zo. En hier kregen we een vrije trap en ik ben niet zo goed in vrije trappen. Alleen, ja, ik trap hem misschien iets te veel naar de paal, zoals je kan zien. En daardoor de paal, maar het zou wel mooi zijn als hij bijvoorbeeld nog paal binnen ging. Maar helaas verloren we deze wedstrijd met 2-1. En nu naderen we het einde van de transferperiode. En ik ga even gewoon kort tonen welke spelers ik gekocht heb en verkocht heb. Ik heb Zakvi Tatsi, Odidja Ovu en Kvile Taya verkocht. En ja, Vaas en Verschaer heb ik gekocht. Wedstrijdje tegen Cercle ga ik simuleren, moeten we normaal wel winnen. Winnen we ook met 2-1. In onze speler krijgt een rode kaart. Eerst, toen ik het eerst opnam, had ik het niet door dat hij een rode kaart had.
maar daarmee dat ik hem voor een wedstrijd tegen Mechelen niet kon opstellen. Dus hier zijn we dan, de wedstrijd tegen Mechelen. Mechelen creëert al de eerste kans. Ja, dit is zo'n wedstrijd waar Mechelen heel veel kansen creëert. En ja, dat is werkelijk een ons nadeel. Maar ja, dit was dan zo ongeveer de eerste helft. Geen doelpunt helaas. Alleen, ja, moeten we zien in de tweede helft te scoren, zodat de fans toch wel een beetje tevreden zijn. We doen het niet echt zo heel erg goed nu. Maar ja, als we toch nog kampioen willen worden, moeten we toch wel dringend punten pakken. Maar tijdens de playoffs worden de punten toch gehalveerd, dus dat moeten we ook niet vergeten. En nu moeten wij toch dringend eens een kans gaan creëren. En dat doen we hier ook. En de Poitre past hem hier mooi en dan maken we het ook nog eens af. En je zou misschien kunnen zeggen dat het een beetje onverdiend is, want Mechelen had toch wel ook wel heel veel kansen. Maar ja, je hoort mij niet klagen, want we komen op voorsprong. En eerst de Poitre met een assist. En ja, Remtjouk met zijn derde doelpunt al ondertussen. En hopelijk zullen we deze stand zo houden. Ik weet niet of het wel zal lukken, want Mechelen kan wel, heeft wel veel kansen gecreëerd, zoals ze nu weer doen. En alweer snel onderscheppen. En oh, daar kwam maar goed mee weg. En we kunnen misschien ook aanvallen voor een dubbele voorsprong. Maar nee, die aanval is niet goed uitgewerkt. En zo fluit. Die bal rolt nog zo binnen, maar zo fluit de wedstrijd. Fluit de scheidsrechter de wedstrijd af. En sorry, soms kom ik niet goed uit mijn woorden. Maar dat gebeurt best wel vaak bij mij. En dit was dan de aflevering. Hopelijk vond je deze video leuk. En laat even weten wat jullie van deze aflevering vonden. Dan zie ik u terug bij een volgende video. En ja, David wordt weer een rating hoger. Dus dat is alleen maar mooi. En doei doei.